is gewoon een gel van gisteren. Oh ja, thanks. Hoef je niet te gebruiken, oké. Het is gewoon wel heel gay, maar het is... Ik edit het, dus het zit erin. Oh. Jongens, welkom bij een nieuwe GamersNET Gear, het programma, de show, de spelshow. Spelshow? I don't know. Rad van Fortuin. Hoe duur is dit ding? De show. Zijn we iedere dinsdag de laatste tech, gadget en gear bespreken. En naast me zit Tom Kauwenberg. Dit is Peter Bouwman. Ja, dat ben ik. En we hebben deze week de Nvidia Shield Android TV 2. Ja. Die we behandelen. Op een of andere manier heeft Nvidia ook altijd iets van, we noemen alles een shield. Tablet is een shield, tablet met een controller is een shield, dit is een shield. Het is heel verwarrend. Maar bovenal wil ik de vraag der vragen als eerste stellen. Waarom is zo'n ding nodig? Maar dan heb ik het niet alleen dit, maar merkbreed. Apple TV, ja, want voor de PlayStation TV. Voor de mensen die het niet weten, dit is dus inderdaad een Android televisie. Dus bijvoorbeeld ook als een Chromecast is, wat dus een klein kastje is of een drive. Waarmee je dan allerlei dingen naar je televisie toe streamt. Maar in het geval van Nvidia gaat het natuurlijk over het streamen van games ook. Dus ja, hij doet Netflix, ja, hij doet YouTube zoals je gemiddelde Chromecast. Maar je krijgt er ook een controller bij. En je kunt dus legio games, niet allemaal, niet alles is even support. Maar je kunt het dus ook gewoon richting je tv streamen met zo'n shield erbij. Oké, dus dat is het verschil tussen deze. Want laten we eerlijk zijn, Apple TV en dat soort dingen zijn eigenlijk niet meer nodig. Want alles zit inmiddels op je smart tv. Ja, als je een smart tv hebt, heb je ook nooit YouTube, heb je gewoon Netflix. Heb je geen Chromecast nodig in 9 van de 10 gevallen. Maar in dit geval wel, want je bent een gamer en je wilt streamen vanaf je tv. Dat is wat je zegt. Ja, nou ja, vanaf je pc naar je tv. Dat is het dus basically. Dat is het. En dat kan over wifi, op zich relatief snel wifi, maar natuurlijk... Beter, sluit je er gewoon even lekker een kabeltje op aan, wat ook heel veel van die Chromecast dingetjes allemaal niet kunnen. Maar goed, dan heb je een snelle verbinding en dan kun je dus bijna al je games uiteindelijk richting je televisie streamen. Want Nvidia support met GameStream een heleboel games en dat is dan een hele lijst die we ook wel even kunnen laten zien. Kun je ook doorklikken, jalalala. Maar je kunt ook gewoon je volledige je Steam ervaring streamen. Ja, dat is vet, want jij zat net te kijken. Hij verbindt echt ook gewoon je bureaublad door. Ja, en als je dan gaat kijken naar de PC die je aan het streamen bent, dan zie je dus ook dat daar op het scherm ook dus de game of je bureaublad of wat dan ook gespeeld wordt. En dat dat dus uiteindelijk zo 1 op 1 mogelijk ook richting je televisie gestreamd wordt. Ja, en dat werkt prima. Dat werkt op zich prima. Ik zou het nooit doen met competitive games. Ik zou het nooit doen bijvoorbeeld online Rocket League ranked. Nee, doe dat lekker op je... Ik denk dat het vooral voor ons YouTube-publiek wel een hele goede manier is. Dan heb je nog een reden om iemand anders de schuld te geven. Het was dit ding! Het ligt nooit aan jou. Ik heb lag, want ik stream, want ik ben de game dan aan het spelen, maar ik stream hem dan ook nog naar mijn Android-based televisieapparaat. Ja. Maar oprecht, ja, voor heel veel games is dit wel gewoon fijn. Dus heel veel indie games, rustige spellen, strategy games. Als er geen tijdsdruk achter zit of een hele snelle verbinding, kan het prima hier naartoe gestreamd worden. Ja, dus je kan gewoon League of Legends spelen op je televisie. Ja, dat is dus wel weer een game waarbij je wel een hele snelle verbinding nodig hebt, zou ik denken. Nou, veel meevallen. Oké. Nee, dan oké. Nee, ik kan dat gewoon op een langzaam, maar goed. Ik ben goed genoeg. Ja, die ben ik. Nee, ja, oprecht, dat kan met heel veel dingen. Het ligt er maar net aan wat je wil. Wij hebben het bijvoorbeeld ook met de Steam Link gedaan, maar nogmaals, ook met Steam Link en met dit ding, doe het alsjeblieft op de kabel. Want als je het echt over wifi gaat doen, je gaat chunks merken en happen en lag. En dan weet je hoe kut het is als je naar voren duwt op je controller en het pas een halve seconde later op je scherm gebeurt. Omdat het eerst naar je pc moet en dan terug naar de... Oké, maar daarvoor heb je natuurlijk de spelletjes die ze de Chrome Store zelf hebben. Dat zijn vaak spelletjes die wat kleiner zijn. Crossy Road werkt er gewoon op. Angry Birds werkt erop. Je werkt met de Google Play Store, maar dus ook met Nvidia GameStream. En wat je dus ook nog kan doen, is GeForce Now. En dat is dus zo'n abonnement en dan krijg je daarvoor allerlei, the best games krijg je dan zo thuisgeleverd. It's true. Ask anyone. It's the best games. It's not fake games. Daar ga ik niet voor betalen. Vond ik niet sexy op zich om te doen. Dus iets van €20 in de maand geloof ik voor GeForce Now. Ik zou het niet doen. Ik bedoel, ik heb de meeste games die daar gratis aan worden geboden of tegen een lagere prijs, die heb ik dan al. Ja, maar dat geldt voor jou, dat geldt niet voor iedereen. Maar goed, ik vind het fijner om een game echt gewoon te hebben en dan eventueel te streamen dan om een abonnementendienst te gebruiken waarmee ik dan die games zou kunnen spelen. Maar als ik het abonnement opzeg, ben ik die game ook weer kwijt. Dat is gewoon jammer. Dat vind ik altijd een beetje het afwegen. Maar goed, kan op dit ding. Ik zou gewoon zeggen, klap het lekker vanaf je Steam library. Oké, 16 gigabyte is het? Dit is de 16 gigabyte editie. Wil jij nog wat zeggen trouwens over de hardware erin? Want het lijkt me relevant. Ik vind het op zich wel relevant, maar wat uiteindelijk... Het draait natuurlijk het meeste, als je GameStream gebruikt van Nvidia zelf, draait dat allemaal op je PC. Maar er zit een Nvidia Tegra processor van de eerste generatie in. Is dit een Nintendo Switch? Nee, het is de eerste generatie, dus het lijkt er wel op, maar nee. Maar goed, nee, ja, daarmee draait het dus die Android-based games. Dus de dingen uit de Google Play Store draaien op dit ding. En die draaien dus op die Nvidia Tegra X1 processor met 3 gig werkgeheugen. Maar voor de rest, de grote games of de games die je vanaf je PC draait, draai je natuurlijk gewoon vanaf je PC. Dus die hardware maakt niet zo heel veel uit. En wat je inderdaad zei, dit is de 16 gig variant. Met dus intern 16 gig geheugen. Je hebt er ook nog een met 500 gig. Die is wel meteen €120 duurder, zo'n beetje. Maar goed, je kunt hem ook nog uitbreiden met USB-sticks, met micro-SD of met bijvoorbeeld gewoon een hele externe harde schijf. Oké, let's talk nog meer money. Want dit is de oude versie. Dit is de 2016 versie. Ja, er is nu net een nieuw uit. Die is net uit, ja. Nou, hij is goedkoper. Hij is zelfs sterker nog, de nieuwe editie is iets goedkoper. Verbeterd design, meer gericht op 4K gaming en een betere controller. Want hij is ook nog wel eens een keer een dingetje. Maar goed, deze editie, als je hem nog ergens op de kop kan tikken, inderdaad €220 voor de 16 gig. Voor 500 gig zit je aan de €300 zoveel. Dus pas daarmee op. En dan hebben we nog een stand, die vond ik het leukst. De stand kost €20. Maar dit is, nee, maar het is serieus een leuk ding, want het werkt met nanosuction. Ja, is een nanosuctie. Nanobase. En dat wil zeggen, wij kunnen hem nou op zich best makkelijk oppakken. Maar de eerste keer dat ik hem gebruikte, hij zat echt vastgenageld aan mijn Xbox One. Want ik had hem op mijn Xbox One staan. Heb ik hem een maand laten staan. Toen ik hem eraf wou halen, rukte ik bijna mijn Xbox One gewoon open. Omdat die nanosuctie shit, die zuigt gewoon echt je oppervlak kapot. Het zijn allemaal kleine transformers, die zitten erin, hebben allemaal handjes en die grijpen dat vast. Dat is hoe het werkt. En dan krijg je voor €20 erbij. Ja, ja, want de base is los. Anders leg je hem, zeg maar, krijgt hem er niet bij. Ja, je kan hem erbij kopen. Je kan hem ook ergens anders kopen voor €20. Nou goed, dan, de afstandsbediening zit er wel bij. De afstandsbediening zit er niet bij. De afstandsbediening is €50 extra. Dat komt natuurlijk ook omdat de afstandsbediening is heel fijn. Het is met touch om je volume mee te doen. En er zit een microfoontje in, zodat je er tegen kan praten. En dan zeg je bijvoorbeeld dan, oh, zoek naar foto's van Katniss Everdeen of zo. En dan, wow, dan doet hij dat wel echt. Ja, dat doet hij wel. Of bijvoorbeeld in de Game Store dat je zegt van, zoek naar Fallout 4. Dat pakt hij wel. Of dan zeg je gewoon Fallout 4, dan doet hij dat. Dat werkt op zich wel prima. Ik vind dat voor €50. Diezelfde technologie zit ook in de controller die je er wel bij krijgt. En in de controller zit ook een microfoontje en zitten ook dezelfde knoppen en ook je volume. Dus de afstandsbediening is heel overbodig, al is het wel dope om Crossy Road met dit ding te spelen. Snappy. Ik dacht, ik doe het lekker snappy, zodat je door kan. Nee, snap ik zo. Ja, maar ik stond er even bij stil. Oké. Final thought, wat vinden we hiervan? Oprecht een heel leuk dingetje. Het is de Chromecast voor de gamer, zou je kunnen zeggen. Het enige probleem vind ik, die controller die in deze editie erbij zit, is echt... Die voelt de poep, denk ik. Gok ik, hoor. Ja, hij voelt gewoon niet lekker. Hij ziet er lelijk uit. Alle knoppen hebben een hele cheap gevoeletje, zeg maar. De trackers zijn niet analoog. Dus die zijn ook weer gewoon dat het aan en uit is en niet geleidelijk aan. Dus dat is voor bijvoorbeeld racegames al meteen kut. Dus die controller is een beetje een minpunt. Maar ik vind het apparaat zelf en de ambitie die Nvidia daarmee uitdraagt wel tof. En nu ze de controller vernieuwd hebben in de 2017-editie, de prijs is een klein beetje omlaag gegaan, hij is meer gericht op 4K, dan denk ik dat het op zich best wel... Stel je hebt geen smart televisie, of je wil al je games richting je woonkamer streamen, maar je kunt niet een HDMI-kabel leggen, dan is zoiets wel heel interessant voor, zeg, €220. Ik zou dan ook de kleine versie pakken, want je steekt er toch gewoon een externe harde schijf in als je dat per definitie wil. Maar het is wel een heel specifiek niche ding. Dankjewel. Als je op de hoogte wil zijn van alle tech, gadgets en gear, we spreken heel veel. Elke week, elke dinsdag op gamers.nl, elke woensdag op YouTube. Dit was Tom, ik ben Peter. Volg ons overal, Twitter, Facebook, whatever. En gamers.nl voor alle dagelijkse gaming nieuws. Nice. Als je op YouTube kijkt, staan hier van die schermen, kun je doorklikken. Moet je doen. Als je niet op YouTube kijkt, dan denk je, wat doet hij nou weer met zijn handen, wat loopt hij aan te wijzen?